Deze tekening die ik hier heb, die heb ik zelf gemaakt. We planten in zogenaamde strata's. Waarom? Omdat iedere plant heeft zijn eigen individuele behoefte aan zonlicht. Als je die behoefte kent, dan kan je dus planten heel dicht bij elkaar planten, zonder dat ze met elkaar gaan concurreren. Dus in dit voorbeeld zie je een kokospalm die een emergent strata inneemt. Dat betekent dat hij 100% zonlicht kan verdragen. Niet kan verdragen wat het ook nodig heeft. En dan hebben we daaronder breadfruit staan, die een high, een hoge behoefte heeft aan zonlicht. Dus die vormt de volgende laag in het bos. Dan hebben we sinaasappelbomen die zeg maar zogenaamde medium strata innemen, de middelstraten. Daaronder hebben we koffie en cacao. Nou, hoe lager de behoefte aan zonlicht, hoe meer je kan planten. Dan moet ik eventjes ook bij stilstaan wat fotosynthese nou eigenlijk is. Want fotosynthese is natuurlijk wat we allemaal op school hebben gehad met de biologieles. Het fotosynthese, zeg maar, dat maken planten hun eigen voedsel vanuit carbondioxide, koolstofdioxide, water en zonlicht. Als je dan bekijkt dat zonlicht en koolstofdioxide twee verhittende factoren zijn, die worden getransformeerd tot suiker en die suikers, zeg maar, zorgen voor de verkoeling. Dus het verdwijnt, de hitte zeg maar verdwijnt en wordt getransformeerd tot koelte. Vandaar dat je hoe meer fotosynthese er plaatsvindt in een laag, hoe meer koelte er wordt. Dus dat betekent dus dat de farm koeler wordt. Dat kan je echt duidelijk merken. Als je zeg maar buiten een systeem staat en je stapt in de brandende zon voor een uur of zo, brandende zon, je stapt één stap in het systeem, het is direct koel. Door de intensieve fotosynthese. Dan kan je zeggen dat het misschien de schaduw, maar schaduw, als je in de schaduw staat van een betonnen huis, dan is dat toch anders dan als je in schaduw staat van de bomen. Nou, wat is nu het cru? Als je dan kijkt, zeg maar, dat je de lage strata's kan je dus heel dik planten, heel dicht bij elkaar planten. Dus dat zie je ook op tekening, de koffie en de dus 10 meter. Waar je 8 cacao planten neerzetten. We kunnen 6 sinaasappelbomen neerzetten, 4 breadfruitbomen en 2 kokosnootbomen. Dus dat is heel dicht beplant, dat is ook heel economisch heel gunstig, want je hebt 4 lagen van oogst. Wat gebeurt er nou is dat je zeg maar aan de rechterkant zie je dat je de percentage koeling ook ziet. Dus als je 20% hebt van kokosnoot, van de emergence staat dat betekent ook dat je 20% koeling daar hebt plaatsvindt. Die laag eronder vindt dus meer koeling plaats. En daaronder die laag met sinaasappelbomen nog meer koeling, omdat er nog meer fotosynthese plaatsvindt. En de onderste laag vindt dan de meeste verkoeling plaats. Dus dat betekent, en als je dan bedenkt dat water verdampt, zeg maar, van heet naar koud beweegt, waar we snappen dat normaal gesproken bij een boerderij waar de bodem heel heet is, omdat het onbedekt is en dat er maar één gewas groeit, zoals in het bos, de waterdamp altijd ontsnapt, gaat altijd naar boven toe. Want de koudere lagen bevinden zich boven in de lucht. Maar bij ons de farm is net andersom, dus het water wordt naar beneden getrokken als het ware, door zeg maar de koelte van de farm. Dat is eigenlijk de hele geheim van plant, dat je water kan planten, doordat je zeg maar in de straten plant of in lagen plant, krijg je dus eigenlijk dat het water zeg maar naar beneden beweegt in de farm. De farm ingetrokken wordt. Dus je verliest geen water meer, maar je bouwt langzaam zeker water op.